is als ik. Na mij volgt Maro's vis. Hoewel het misschien lijkt alsof taal op school bij mij begint, is er nog zoveel meer waarover te spreken is. In de regel zeggen ze spreken is zilver en zwijgen is goud. Maar wie de wijde wereld wil verstaan, moet naast stil luisteren en tot zich nemen, delen en het gesprek aangaan. Want hoe meer je spreekt aan de hand van wat je ziet, hoe meer woorden je kunt geven aan alles, iets of niets. Want ik geloof dat je woordenschat toeneemt wanneer je niet wordt onderschat. Want sprekend zijn de voorbeelden waarin mooi en leuk, prachtig, betoverend, pakkend, vermakelijk, aardig, nice, gaande, tof en dope worden. De momenten waarin je details kan geven aan de ervaringen die ook tot je gevoel behoren. Wanneer je spreken kan met stotteren. Je uiten kan met of zonder accent op wie je bent. Je vertellen kan met zelfgekozen woorden over hoe jij letter voor letter de wereld verkent. Ik lees als ik. Na mij volgt Maro's vis. Hoewel het misschien lijkt alsof taal op school bij mij begint, is er nog zoveel meer waarover te schrijven is. Tussen de regels kan je zichtbaar maken wat anders zou blijven hangen in het ontastbare. Andermans verhalen, vertalen wat is ervaren en het deel dat jou kan raken, hoort thuis in klaslokalen. Want vertellen en vertalen zijn eigenlijk dezelfde dingen. Beginnend met ruimtes vullen met wat er gaande is van binnen. Naar buiten tonen wat je vindt met alfabet als middel, in dialoog met wat er om je heen is, met jou geankerd in het midden. Ik lees als ik. Na mij volgt Maro's vis. Hoewel het misschien lijkt alsof taal op school bij mij begint, is er nog zoveel meer waarover te lezen is. Je leert je inleven door je in te lezen. Naast non-verbaal taal tot je te nemen. Regel voor regel de volgende overwegen, tot de zin voor zinnen je vooruit doet bewegen. Tot je waar een punt stond een komma hebt geschreven, tot je toegang tot leren wat je boeit hebt gekregen. Gesproken, geschreven, gelezen, geuit in gebaren, ervaren we taal. Ik lees als ik. Na mij volgt Maro's vis. Hoewel het misschien lijkt alsof taal op school bij mij begint, is er nog zoveel meer waarover te spreken, schrijven en lezen is. Wauw, jullie hoorden een prachtige spoken word performance van Mami Hammond en Svendeline Ercilia. Welkom bij Debatmeester, de culturele talkshow van KCR. We zijn vandaag in een iets andere setting bijeen. Voor mij helaas geen volle zaal met publiek. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de coronamaatregelen. Maar gelukkig kunnen jullie alsnog meekijken en kan deze talkshow desondanks doorgaan. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Vandaag gaan we het hebben over taal. Taal is essentieel om je uit te kunnen drukken en om te kunnen communiceren. Maar taal is ook belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en de socialisatie van een kind. Het formele leren van taal begint op school, bij de basis, bij lezen en leren schrijven. Er horen ook allerlei termen bij, zoals leerlijnen en opdrachten, periodieke toetsen, beoordelingen en al dat soort termen zijn uiteindelijk ook bepalend voor de beleving van taal bij leerlingen. Een kind leert de taal daarnaast ook nog op andere manieren, bijvoorbeeld wanneer het op Facebook met vriendjes of vriendinnetjes communiceert, of wanneer het een boodschap moet doen of in de bus onderweg is. Maar je kunt ook denken aan muziek, aan lichaamstaal, aan beeldtaal, aan theater. En dat informele stukje leren gaat vaak spelenderwijs en een stuk makkelijker dan het formele leren met overhoringen en toetsen. En dat bezig zijn met taal eindeloos veel vormen heeft en op eindeloos veel manieren mogelijk is en dat het ook voor leerlingen leuk kan zijn en uitdagend en heel aansprekend, is helaas tot op de dag van vandaag niet altijd even vanzelfsprekend voor scholen of leerlingen zelf. Kunst en cultuur kan daar een hele goede bijdrage aan leveren. En dat zijn ook de speerpunten van de cultuureducatie met kwaliteit 3, het stimuleringsprogramma van het Fonds Cultuurparticipatie dat volgend jaar van start gaat. En toch zijn er in Rotterdam nog maar weinig programma's die hierop inzetten, die hier echt gebruik van maken. En hoe we daar verandering in kunnen brengen, daar gaan we het vandaag onder meer over hebben in Debatmeester. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Daar heb ik twee hele fijne gasten voor uitgenodigd vandaag. Kunstenaar Chantal van Heeswijk en de wethouder van cultuur en onderwijs, de heer Saïd Kasmi. Om bij jou te beginnen, Chantal, jij bent kunstenaar in de breedste betekenis van het woord, heb ik opgeschreven. Je studeerde beeldende kunst, fotografie en design aan academies in Nederland en in België. Het is een hele waslijst hoor. Je bent sinds 2002 docent aan de Design Academie in Eindhoven. En je combineert je werk met beeldend vormgeven, zowel wandwerk als vrijstaand werk. Nou, zo kan ik echt nog een heel tijdje doorgaan. Je schrijft ook veel. Klopt. Maar je schrijfsels noem je schrijfsels en geen poëzie.
Waarom is dat zo? Ja, ik weet niet, dat heb ik gewoon maar zo bedacht. Maar inderdaad, ik ben ook gaan schrijven. Dus ik heb het misschien ook niet met zo'n enorme punt erachter schrijver mezelf genoemd. Omdat het uit mijn werkzaamheden naar voren rolde eigenlijk. Als soort kunstvorm? Ja, het leek me een heel slecht idee, maar mijn assistent zei ga schrijven. Maar ik ben zwaar dyslect, dus dat leek me echt een heel slecht idee. En toen ben ik het, toen had ik een uur over toen ik op bezoeker was bij Oerol. En toen dacht ik, nou ga toch maar eens schrijven. En toen heb ik een uur geschreven en toen vond iedereen dat grappig. En toen ben ik ermee doorgegaan, eigenlijk zo is gekomen. En ik weet, die poëzie is zo een beetje nog uit de klassieke oudheid meer, voelt het voor mij. Als ik een poëziefestival is, niet het eerste dat ik denk, ja, is gezellig, leuk. En ik weet niet, ik denk dat mijn schrijfsels zijn veel, ja, wat Rotterdamser, wat recht toe het aan, wat krachtiger, wat de lomper misschien, maar in ieder geval, ze zijn recht door zee. Mm-hmm. En poëzie klinkt meer als een, ik weet niet, als bloemig en romantisch en pathetisch. En dat is niet wat ik ben. Nou, ik heb wat van je werk in mogen zien en we kunnen zeggen dat het niet minder inspirerend is dan poëzie. Dankjewel. Of minder aansprekend. naast mij zit ook de wethouder Saïd Kasmi. We hebben afgesproken dat ik mag tutoyeren, dat ik jij mag zeggen, dus bij deze. Ik heb opgeschreven, Saïd is sinds 5 juli 2018 wethouder in Rotterdam namens D66. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuilles onderwijs, cultuur en toerisme. Hij heeft er een hoop studies op zitten. Zo studeerde hij aan de Hogere Economische Beroepenopleiding in Den Haag, een jaar International Relations, History, Media and Politics aan de Coventry University en internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Nou, het cv is echt onuitputtelijk. Ik keek ernaar en ik dacht, nou, wat zou Saïd nog meer willen doen? Dus bij deze een warming up. Welke functie staat nog op jouw verlanglijstje? Jeetje, lastige vraag. Nou, allereerst zou ik heel graag de functie die ik nu heb als wethouder gewoon goed willen uitzitten. Mm-hmm. Ik zit nu halverwege ongeveer en ik heb nog 2 jaar te gaan. Het is denk ik heel belangrijk dat we nu juist in deze tijden van corona een college hebben, een stadsbestuur hebben, wat de crisis het hoofd goed kan bieden. Dus er is voor nu al voldoende werk te doen, ook voor mij en zeker op mijn portefeuille. Dus ik wil dat eerst goed doen en daarna zie ik wel dus over nog 2 jaar. Dus ik heb nog 2 jaar om daar even over na te denken. Ja, dus nog geen nieuwe plannen. We gaan richting de verkiezingen in maart straks, nog geen nieuwe plannen. Nee, dat zijn de landelijke verkiezingen en ik sta op geen enkele landelijke lijst omdat ik hier wethouder ben. Dus ik ga straks wel helpen eventueel met campagne voeren. Maar onze gemeenteraadsverkiezingen zijn pas een jaar verder in 2022 en dat is nog 2 jaar weg. En dus ik heb nog alle tijd om daar op een rustig moment verder over na te denken. Mooi, ja. Laten we beginnen. Dank je. Het is belangrijk om eerst even een beeld te schetsen wanneer we het hebben over taalachterstand, wat dat nou precies is en hoe groot de taalachterstand ook in Rotterdam is, bijvoorbeeld bij de jongeren en bij de kinderen. Wat versta jij onder taalachterstand? Nou, taalachterstand is wanneer je het je beperkt eigenlijk in je dagelijkse leven. Als je niet goed mee kan, omdat je niet alles verstaat, niet goed kunt lezen, begrijpend lezen. Je niet de formulieren kunt invullen die je nodig hebt om aanvragen te doen. Wanneer je het echt beperkt, dan spreek ik over een taalachterstand. En helaas is het zo dat we in Rotterdam nog veel te veel mensen hebben die laaggeletterd zijn of een taalachterstand hebben. Mm-hmm. En dan hebben we het even over heel Rotterdam. En als we kijken naar de schoolgaande jeugd in Rotterdam, is daar dan ook sprake van flinke taalachterstand? In sommige gevallen wel. Je ziet wel dat we in Rotterdam, als je het vergelijkt met de andere grote steden, de G4-steden, dan lopen wij daar een stukje achterop. We zien wel dat er geleidelijk de trend omhoog is. Dus we halen de achterstanden in. We zetten daar ook echt programma's op in. Het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid is een programma waarbij we op 31 basisscholen extra inzetten, bijvoorbeeld op taal en rekenen. We bieden 10 uur extra in de week aan. En we zien dat daardoor de leerprestaties, maar ook
de taalvaardigheid, het lezen steeds beter wordt. En hebben we het dan over begrijpend lezen? Of hebben we het over hoeveel woordjes je in een minuut kunt lezen? Of hoe moet ik me dat... Het is een combinatie van factoren. Je kijkt naar de taal en dus de woordenschat. Aan het eind van je groep 8, aan het eind van de basisschool, als het heel technisch maar het wordt te technisch, moet je een F1 zeg maar, niveau hebben. Dat is een niveau wat nodig is om daarna op zich gewoon goed door het middelbare voortgezet onderwijs te kunnen. Maar het gaat dus om enerzijds woordenschat, anderzijds gaat het ook gewoon om inderdaad begrijpend lezen. Dus een combinatie van factoren waar je goed op moet scoren om bepaalde basis goed onder de knie te hebben. En die 10 uur die leerlingen dus extra krijgen, wordt dat min of meer op dezelfde manier ingevuld als alle andere klassieke taallessen? Of wordt daar iets anders in gedaan? Ja, dat is een goede vraag. Allereerst hebben we met elkaar afgesproken dat in principe de regie bij de scholen liggen. Omdat de scholen veel beter zicht hebben op de eigen kinderen. Mm. De juf en de meester kent de klas heel goed. Weet wat elke leerling nodig heeft. Op basis daarvan hebben we gezegd met elkaar, nou, we willen 10 uur extra aanbieden. Hoe die 10 uur eruit zien. Ja, dat is eigenlijk aan de school, maar we hebben daarin wel meegegeven. En overigens was dat ook de heersende mening van de scholen zelf, dat taal en rekenen, maar vooral taal, daar hele belangrijke elementen in zijn. Maar er wordt ook veel aandacht besteed bijvoorbeeld aan cultuuronderwijs, aan sport, bewegen. Eigenlijk allemaal zaken waarvan we weten dat het niet vanzelfsprekend is voor kinderen die in bepaalde wijken opgroeien en die dat niet per se van huis uit meekrijgen. Daar maken we eigenlijk een plus op. Ja, en worden er dan ook een soort crossovers georganiseerd, zodat je dus niet alleen dat je niet alleen taal hebt en alleen wiskunde, maar dat er een soort combinatie van al die verschillende vakken in feite plaatsvinden? Ja, of is ook dat weer ligt dat weer bij de scholen om zelf in te vullen? Nou, deels. Maar kijk, ik ben gelukkig heb ik zowel de portefeuille cultuur als de portefeuille onderwijs in mijn portefeuille. Dus daar zijn heel veel mooie combinaties te maken. Als je kijkt naar heel veel wijken, ook op Rotterdam-Zuid, de klassieke manier van lesgeven, dat is niet voor elk kind zeg maar het beste. Hè? Vaak zie je dat juist ook die kinderen heel creatief zijn. En als je zeg maar lesgeeft op een andere manier via theater, spelenderwijs eigenlijk, dat de woordenschat daarmee misschien veel sneller wordt uitgebreid dan wanneer je dat zou doen op een klassieke manier. Een leraar die voor de klas staat en de taal probeert bij te brengen aan de kinderen. Dus eigenlijk is het gewoon een breed palet wat je aanbiedt, waar voor elk kind iets in zit, waardoor het kind zeg maar wat sneller de taal vaardig wordt. Ja. En cultuur is daar een heel belangrijk onderdeel van. We hebben net de twee dames gezien met een mooie prachtige bijdrage in spoken word vorm. Nou, ook dat slaat heel erg aan bij kinderen. En ook dat is een manier om de taalvaardig te worden. Ja. En nu zei je net al dat er wel al wat verbetering te zien is. De lijn gaat omhoog. En hoe wordt dat gemeten of hoe zie je dat? Ja, wij houden dat bij. We monitoren dat. Ik heb voor mezelf als wethouder een aantal targets opgesteld aan het begin van mijn aantreden. En een belangrijke target is onder andere taal en rekenen. Mm-hmm. Nou, we monitoren dat. We kijken via toetsen van wat is de ontwikkeling die ze daarop maken. En dat vergelijken we met een aantal jaar geleden, vorig jaar, maar ook de jaren daarvoor. En dat vergelijken we ook weer met hoe doen andere steden dat. En nu met de coronacrisis hebben jullie toch denk ik wel een soort de wijziging moeten aanbrengen. Er zijn zoveel kinderen die thuis zijn komen te zitten, die vanuit huis onderwijs hebben gekregen van ouders die misschien de taal zelf niet machtig zijn. Je hoort vaak dat een taalachterstand ook hand in hand gaat ergens met migrantenouders bijvoorbeeld, dat een rol speelt. Hoe kijk je daar tegenaan?
Corona heeft inderdaad roet in het eten gegooid, om het maar even zo te zeggen. We zien dat juist bij kinderen die sowieso gevoelig waren voor achterstand of al achterstand hadden, dat daar de achterstanden over het algemeen groter worden. Mm-hmm. Het heeft ook te maken met de thuissituatie, zoals je al net al aangaf. Als je ouders hebt die zelf niet per se kunnen lezen of schrijven, geen onderwijs hebben gevolgd. Ik ben ook zelf zo'n ooit een kind geweest. Mijn ouders kunnen helaas niet lezen en schrijven. Nou, dan krijg je niet van huis uit de hulp die wat een ander kind misschien wel krijgt. Dan is zo'n kind helemaal aangewezen op dat onderwijs op afstand. Mm-hmm. Nou, en dan mis je dus een heel stuk begeleiding die je in de klas natuurlijk wel krijgt. Mm-hmm. Of de extra aandacht die je in de klas wel zou kunnen krijgen, ondanks dat scholen ontzettend hun best doen, hè, want dat weet ik ook. Maar dat zie je dat dat nu inderdaad gebeurt. En de eerste signalen die wij nu meekrijgen is inderdaad dat die achterstanden die worden groter. Tegelijkertijd hebben wij gezegd, en ik als verantwoordelijke wethouder, die targets, die ambitie die we met elkaar hebben geformuleerd, die blijven we vasthouden. Mm-hmm. Ook al hebben we nu te maken met corona, omdat we wel belangrijk vinden om daar gewoon dat als stip op de horizon te hebben en daar heel erg op in te zetten. Omdat we weten dat taal echt ontzettend belangrijk is in de schoolcarrière van kinderen. Nou ja, je noemde net jezelf ook al als voorbeeld. Hoe heb jij dat vroeger aangepakt? Hoe zijn jullie er thuis mee omgegaan? Nou ja, ik heb gewoon ontzettend mijn best gedaan op school. Maar ik heb niet per se, begeleiding gekregen van huis uit in de zin van mijn ouders konden me niet helpen met mijn huiswerk. Wat ik wel mooi vond, dat realiseer je als je wat ouder bent van mijn ouders, is dat ze het belang van onderwijs wel heel erg inzagen. Dus ze zagen er wel altijd op toe dat ik mijn huiswerk maakte. Maar ze begrepen niet wat er in mijn boek stond. Maar ze vonden wel belangrijk dat ik aan het werk was. Daar zagen ze echt op toe. En ik heb vroeger ook wel wat huiswerkbegeleiding gehad, zeg maar buiten mijn eigen familie om. Dat heeft ook wel geholpen. Ja, en ik heb toch ook, denk ik, een beetje geluk gehad dat ik echt wel op een goede school heb gezeten. Op de Wolfert van Borselen. Mm-hmm. Vlakbij Diergaarde Blijdorp. Met echt hele goede betrokken docenten. Yeah. Ook dat is trouwens een ontzettend belangrijke factor. Mm-hmm. Heb ik zelf gemerkt. Als je docenten hebt die heel erg in je geloven, die je aanmoedigen. Want als je een achterstand hebt, ben je dat als kind vaak ook wel heel erg bewust. Als je niet goed mee kan in de klas. Dat doet iets met je zelfverzekerheid. En dan is het heel fijn dat je een docent hebt die achter je gaat staan, die naast je gaat staan, die je bij de hand neemt en zegt, je kan het. Kom op en weet je, een sticker uitdeelt zoals ze dat vroeger heel mooi deden. Zo'n sticker is fijn. Maar als er dan vervolgens een toets is en je scoort niet voldoende op zo'n toets, dan is dat toch altijd nog een soort domper, lijkt me. Ja, tuurlijk. Dat gebeurde ook wel eens. Maar daarom is zo'n leraar ontzettend belangrijk. Mm. Want zo'n leraar kan je ook weer uit de put praten. Ja. En je weer de begeleiding geven, zodat je volgende keer die toets wel beter doet. Dus ik zag altijd maar goed onderwijs valt of staat bij een goede docent voor de klas. Mm. Die is zo bepalend. En voor mij zijn docenten echt helden. Zeker in deze tijd. We hebben een leraartekort. De docenten hebben zoveel op hun bordje de laatste tijd. Ja. Een nieuwe manier van lesgeven. Minder contact ook met de leerlingen. Ja. Ja. Maar als we het dan hebben over die taalachterstanden. Hoe ontstaat zo'n taalachterstand? Wat weet men daarvan? Nou, dat kan te maken hebben met onder andere de thuissituatie. Als je ouders de taal niet goed machtig zijn. Vergis je niet, in Rotterdam groeien nog steeds heel veel kinderen op waar de Nederlandse taal niet per se de voertaal is die thuis gesproken wordt. Nou, we weten dat hoe eerder je begint met het oefenen in een taal, des te beter je natuurlijk de taal onder de knie krijgt. Nou, en als er thuis een andere taal wordt gesproken, dan kan dat een belemmerende factor zijn. Dus dat is een hele belangrijke factor. We hebben ook in Rotterdam ook best veel kinderen die op een latere leeftijd naar Nederland verhuizen. Mm-hmm. En zich hier vestigen in Rotterdam. En dan ook achterstanden hebben. Ik was toevallig vandaag. Maar sorry, ik ga je heel even onderbreken. Dan hebben we het nu wel weer over bepaalde situaties waar een kind in zit of niet in zit. Maar er zijn ook voldoende, om het
maar zo te zeggen, witte kinderen die een taalachterstand hebben, bij wie thuis de taal waar wel Nederlands gesproken wordt, waar... Ja, maar daar wordt ook niet het Nederlands gesproken zoals je dat zou willen. Anders zou daar ook geen taalachterstand ontstaan natuurlijk. Dus ja. Daar waar zeg maar, vanuit huis uit de taal niet op een bepaald niveau wordt gesproken en meegegeven aan het kind, daar zie je dat achterstanden aan het ontstaan zijn. Ja. En je merkt natuurlijk als het onderwijs zelf zien we ook heel veel verschil. Want we merken gewoon, we hebben daar best goed overzicht in, dat sommige scholen het toch veel meer uit een kind halen dan een andere school. Mm-hmm. Terwijl het gaat om ongeveer dezelfde populatie kinderen. Ja. Dus er zit ook een verschil in kwaliteit van onderwijs. Dus ook daar zetten we op in en ook daar is nog echt een verbeterslag in te maken. Ja. Maar om toch dat even voorbeeld van net aan te halen, vanochtend ben ik op basisschool De Chameleon geweest in Rotterdam-Charloes. Mm-hmm. Daar hebben we nu, sinds dit jaar zijn we begonnen met een experiment, met een pilot, om een soort van extra schakelklas te organiseren. Dus voor kinderen die uit het buitenland hier komen op een iets latere leeftijd, maar nog wel naar de basisschool moeten. Je ziet dat er een eenjarige schakelklas is, maar dat vaak niet genoeg is. Mm-hmm. Voor kinderen om uiteindelijk toch de Nederlandse taal op zo'n manier te beheersen dat ze goed mee kunnen in de klas. Yeah. Maar nog belangrijker dat ze uiteindelijk ook op het juiste niveau uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Yeah. Dus wij bieden nu een extra jaar aan, daar zijn we mee aan het experimenteren. Waarbij een kleine groep kinderen extra aandacht krijgt van een juf of een leraar. En dan echt vooral ook met de focus op taal en rekenen in de hoop dat er alles uitgehaald wordt wat er in zo'n kind zit. Ja. En dan uiteindelijk naar het juiste voortgezet onderwijs qua niveau. Mooi, want ik kan me voorstellen dat wanneer je de taal niet volledig machtig bent, dat men, ja, plat gezegd, je ook al snel als dom kan kwalificeren. Chantal, hoe luister jij hiernaar? Welke rol speelt onderwijs, denk jij, in het wegwerken van taalachterstanden? Of hoe kijk je überhaupt eigenlijk tegen taalachterstanden aan? Ik weet dat jij dyslectisch bent. Ja, en ik heb daar natuurlijk inderdaad op een persoonlijk vlak heel veel mee te maken gehad. Ik heb niet voor niks het hele land en zelfs in België gestudeerd. Onder andere omdat ik niet naar de HAVO kon, terwijl ik wel HAVO-VWO-advies had. Maar toch echt in mijn talen nooit de HAVO zou kunnen halen. En daardoor via allerlei mbo's, zeg maar, naar de academie pas kon waar ik heen wilde en al heel lang wist. Ja, wat ik wel fascinerend vond is dat, dat men ook taalachterstand ook wel in één zin kan noemen met bijvoorbeeld dyslectisch zijn. Terwijl als je dyslectisch bent, kun je dan spreken van een taalachterstand? Kun je iets inhalen? Want als je een taalachterstand hebt, suggereert dat je iets in te halen hebt. Ja, maar dan gaat het een beetje over het woord of wat. Nou, nee, het heeft ook te maken met de aanpak ervan. Want een taalachterstand kun je aanpakken. Dyslexie, kun je dat aanpakken? Nee, daar ben je mee geboren. Ik bedoel, het is een hersenafwijking. Er zijn 7 vormen en je kunt er niet van genezen, zeg maar. Want daar is nog wel eens vaker wat over te doen. Ja. Je kunt het heel ver weg trainen. Ik bedoel, vroeger wist ik niet wanneer ik weer naar bed moest of weer naar school tussen de middag, zeg maar. Dus ging ook over tijdsbesef. Ik kon ook geen ballen vangen, dus ik was telganger als kind. Dus, wat is dat? Een telganger, dat zie je in de paarden, zijn telgangers degene die met dezelfde linkerbeen en het linkerachterbeen naar voren lopen. Ah, zo, ja. En als je normaal marcheert, doen wij altijd pas lopen, loop je juist kruislinks. Nou, bijvoorbeeld, dus de motoriek klopte niet. Dus eerst kreeg ik fysiotherapie. En pas na fysiotherapie kon ik mijn eerste woordje spellen. Ja, dus dat speelt allemaal dus met elkaar verbonden. Precies, al die combinaties. Die zijn natuurlijk heel veel combinaties mogelijk. En ook in die dyslexie zijn er allerlei vormen en ook natuurlijk nog gradaties. Ja. Maar als je zegt van, nou, wat ik wel grappig vond, van ja, kan je een brief schrijven en dingen. Nou ja, ik ben veelvuldig de gemeente aan het bellen omdat ik net verhuisd ben. En dan heb je allerlei met allerlei partijen te maken. En ja, brieven gaan bij mij toch liever niet, zeg maar. En dan gaan ze ook op een gegeven moment spellen. Isaac, Anton, Leeuward. Nou, dan moet je bij mij helemaal, dan ben ik helemaal weg kwijt. Dus in die zin, ja, heb je als altijd een taalachterstand. Ja. Heb je, toen je opgroeide, plezier gehad van taal? Ik vond taal fantastisch.
Nee, ja, mijn moeder was bibliothecaresse, dus het taal was een groot ding. En zij heeft ook altijd gezegd, nou ja, als je het niet had, dan had je de hele bieb leeg gelezen. Maar ik moest natuurlijk enorm gestimuleerd worden. Voor mij is taal, is lezen geen ontspanning. Daar moest ik natuurlijk enorm hard mijn best voor doen. Nee, taal was niet, was echt een, dat was toen nog een haatverhouding en nu is het een haat-liefdeverhouding geworden in de tijd. Maar vooral op school is het eigenlijk een groot probleem. Daarna is het eigenlijk geen probleem meer. Hè. Zolang, hoe meer ik kon differentiëren naar mijn eigen vakgebied. Hè, dus uiteindelijk ben ik conceptueel denker geworden. Zeg maar daar, ja, daar zeggen ze zelfs ja, dat je geluk hebt als je dyslectisch bent. Want dan heb je een andere manier van denken. Mm-hmm. En dat helpt je alleen maar in creatieve oplossingen. Mm-hmm. En nu werk je veel met taal, met woorden, met letters. Maar je helpt ook kinderen daarbij, bijvoorbeeld via workshops. Zeker. En, ja, dat vind ik dan toch fascinerend, omdat je vanuit zo'n haatverhouding... Ja, ik moet zeggen dat ik ook mijn moeder heb gebeld door de eerste keer dat ik geld verdiende met iets te schrijven. Niet dat ze opnam, maar gewoon het besef dat je daar iets mee doet in een positieve zin van het woord. Het is natuurlijk best hilarisch in mijn geval, is dat zo. Maar ja, ik ben blijkbaar wel taalgevoelig, maar niet goed in spelling. Mm-hmm. Maar ik moet het dus altijd nog wel verbeteren. Hè, want als ik mijn schrijfsel schrijf, dan zeggen mensen ook, oh, laat die taalfouten dan staan. Dat is toch heel authentiek. Of dat is dan helemaal zoals jij bent. Dat dus zou ook onderdeel van je concept kunnen zijn. Exact. Hè, de dyslectische. Maar ik zeg, omdat mensen, zeker, ik weet niet of het in andere landen is, maar ik vind in Nederland dat mensen echt totale taalpuristen zijn. En ook al begrijpen ze je, gaan ze absoluut zeggen dat die D een T moet zijn. Of ze kijken dan niet meer wat ik geschreven heb. Ze kijken alleen maar naar mijn fout. Mm. Dus ik kan nog niet mijn boekjes in met taalfouten laten staan. Want dan gaat het ten koste van de inhoud. Ben jij ook zo'n taalpurist? Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat wel ben. Ja, het valt bij mij wel mee. Mm-hmm. Ik ben natuurlijk wel de wethouder onderwijs. Dus het moet wel goed zijn. Maar ja, nou ja, als ik zie het wel eens voorbij komen. En dan denk ik van oeh, maar... Het is niet zo dat ik een soort van echt een taalpurist ben of zo. Ja. Nee, maar ik denk dat de meest breedste zin van het woord is dat je zeg maar plezier kan hebben in leren. En of dat dan taal of rekenen is. Mm-hmm. Eerlijk gezegd maakt mij dat niet zoveel uit. Grappig genoeg ben ik nu voor KCR voor het eerst een rekenles aan het geven. Mm. Dat is kan ik makkelijk. Maar het grappige is dat ik meestal word ingezet als beeldend. Mm. Maar wat ik zo grappig vind nu om het in taal en in rekenen te doen, is dat men zich ook niet meer kan verstoppen achter dat het iets met kunst te maken of iets cultureels heeft te maken. En dat vind ik een hele leuke omkering nu. Ja. Om het wat concreter te maken, je hebt ook workshops gegeven bij Villa Zebra voor kinderen. Ja. Spelenderwijs ook met taal. Vertel daar eens wat over wat je daar gedaan hebt. Ja, dat ging de tentoonstelling ging over de toekomst. Mm-hmm. En uiteindelijk moesten ze een brief aan zichzelf schrijven. En die werd dichtgeplakt en uiteindelijk ging die ook mee naar met de leraren, weer terug naar school. En dan vroeg ik altijd van, wacht even met terugsturen. Dus dan kregen ze een brief van zichzelf uit de toekomst. Mm-hmm. En sommigen zeiden, oh, dat doen we dan het eind van het jaar of in de vakantie. En sommigen zeiden, nee hoor, die krijgen ze pas als de school, als ze het echt niet meer weten dat ze het gemaakt hadden. Ja. Maar we begonnen met iedereen een button te geven als letter. Dus iedereen kreeg een letter op. En ik begon eigenlijk met het schrijfsel om iets voor te dragen. Een verhaal over woorden kopen. Mm-hmm. En zou ik dat schrijfsel... Ja, je hebt het meegenomen. Is daar tijd voor? Om dat je mag heel dat even, zeker even voorlezen. Ik dacht, dan hebben we ook een... ik begon gewoon zo. Ja? Mm-hmm. Het heet woorden kopen. Stel je voor dat je je woorden zou moeten kopen. Zou je dan je geld besteden aan de ge of van? Zou je nog cc'en of beginnen met dat was ik eigenlijk nog van plan? Zou je niet en nooit gaan halen, 6 voor de prijs van 4? Of zou je heel veel liefde kopen en glimlach en plezier? Als we woorden moesten kopen, hield ik wat vaker mijn mond. Had jij niet over alles wat te zeggen, dan zou ik zorgen dat je me verstond. Ik zou 3 neetjes bewaren voor je weet ooit nooit. Geen getwijfel, geen gemaren, maar wel een paar keer rood.
Ik zou een dozijn aan jaartjes, 5 keer jij, 8 keer wij en 1 keer wijn al heel tevreden kunnen zijn. Met 8 keer vrienden, 5 keer bellen en 10 keer nu zou ik een heel eind komen. En van mijn laatste centen kocht ik 3 keer eten en 1 keer dromen. Als we woorden moesten kopen, zouden we een stuk stiller zijn. Onze handen laten spreken, ons hart beter volgen. Een blik zegt vaak genoeg. We zouden beter kijken, beter luisteren, beter horen. Eerder een kus of een klap. Ik heb het dus voorgesteld met niet zoveel woorden naar de Tweede Kamer gegaan. Maar zoals zoveel goede dingen is het voorstel met heel veel woorden toch niet doorgegaan. Mooi. Nou, daar begonnen we dan mee. En dan zei ik natuurlijk van, jongens, stel je nou voor dat dit waar is. Hè? Stel je nou voor. En je hebt nog 1 euro en je kan nog 1 woord kopen. Wat koop je dan? Wat zeg je dan nu? Hè, dus iedereen moest stil zijn. En dan mama. Hè, zo'n jongetje. Nou, dan bloeide mijn hart open natuurlijk. Yeah. Maar ook, ja, hallo. Of ik zeg, wat een communiceert dat woord. Hè, dat 1 woord. En dan krijg je ze toch net even daarover na te denken. Mm. En dan, het zijn natuurlijk een hoop kinderen. Dus dan moesten ze van zichzelf een woord maken. Dus met letters. En dan spelenderwijs. En dan ging het natuurlijk, de ei ging op zijn kop staan. Want ze kijken zo naar zichzelf. Dan zei ik, nou maak een foto. Dan liet ik die foto's zien. En dan zag je, nou, hij is in spiegelbeeld. En dan moesten ze natuurlijk met z'n allen weer. Mm. En dan het langste woord. Nou, dan was een groepje klaar. En die mocht alvast van mij op kassarolletjes tekenen. Met pen en inkt. Dat gaat ontzettend moeilijk. En dan wisten ze, ja, wat moet ik nu doen? Want ze moesten iets gaan schrijven. Ik zeg, ik weet niet wat ik moet doen. Zeg, ik begin daar maar vast. Ik weet niet wat ik moet doen. En voordat ze bij doen waren, was de helft al uitgeveegd en hadden ze al een idee. Snap je? Dus zo probeerde ik ze allemaal. Of ik had omdat het wat langzamer, omdat ze lang, dat ja, schrijven krijgt, is wat lastig. Dus dan heb je ruimte om na te denken. Heb je ruimte om na te denken? Zo doe ik het eigenlijk zelf ook. Ik schreef met een grote kwast. Of om zo'n oude typemachine, dan kan je echt niet snel schrijven. En je kunt ook niet wissen. Mm-hmm. En copy-pasten. En daardoor verplicht je je eigenlijk om na te denken tijdens het schrijven. En als vanzelf schrijf je dan beter. Ja. Dus het is dan gelijk ook, ik hou ook niet van proefjes. Dus het is bij mij ook vrij, dat is het dan ook. Mm-hmm. En dan ik begin gewoon met ik of met jij of met wat voor woord dan ook. En dan komt er vaak inderdaad. Krijg al gelijk weer heel erg veel zin om zelf ook spelenderwijs met taal bezig te gaan. Het is denk ik een heel goed voorbeeld van hoe je op een culturele manier om kunt gaan. Of kunst en cultuur kunt implementeren in het leren van taal en het omgaan met taal. Een van de grote vragen die nu ook voor ligt is hoe de culturele sector er verder nog aan zou kunnen bijdragen. Of welke opdracht er ligt voor de culturele sector, voor het taalonderwijs. Hebben jullie daar ideeën over? Ik begin eerst even bij jou. Op zich zou ik denken dat de telefoon rood gloeiend zou moeten staan. Mm-hmm. Maar ik vond het op jouw vraag van wat is de opdracht. Dat vraag ik toch, hè? Wat de opdracht zou kunnen zijn voor de culturele sector. Ja, welke opdracht zou je zeggen ligt er voor de culturele sector om taalonderwijs te versterken? Ja, ik zou het nooit een opdracht willen noemen, zeg maar. Mm-hmm. Omdat die opdracht ligt bij onderwijs. De opdracht om daar iets te doen, zou ik denken, die ligt bij onderwijs. En cultuur zou een van de mogelijkheden of een van de middelen kunnen zijn om die opdracht, om iets met die opdracht te doen. Hmm. En waarom ik het zo zou willen zeggen is dat er nu vaak, want ik heb natuurlijk ook met al die docenten te maken, en dat docenten toch het soms moeilijk vinden om die combinatie te maken, omdat ze heel snel in het vakje taal blijven denken of het vakje rekenen. En dan heb je ook nog een vakje cultuur. Mm-hmm. En ik probeer aan alle kanten in al mijn zijn, ik probeer mijn kunst bij de Albert Heijn te halen. Ik wil als kunstenaar in een bedrijf zitten. En ik vind ook bij dit stukje, ik ben ook voor het eerst niet aan het schilderen in de klas. Heerlijk. Gewoon, we zijn aan het rekenen. Ik ben laatst 1 kilometer met ze gaan lopen, gewoon 1 kilometer. En daarna heb ik 100 meter met ze uitgezet, met pionnetjes. Nou, dus dat was gewoon rekenen. Maar die rekenen, maar dan fysiek. Ja, gewoon op een rekenen. Ik ga mensen gaan het opmeten. Oh, 1,46. Ik zeg, weet jij, welke kledingmaat heb jij? 1,46. Ik zeg, hoe zou dat komen? Snap je? Dus de verbanden tussen maten en wat is een centimeter, wat is een millimeter, wat is een decameter. Dus we zijn 1 kilometer gaan lopen, een decameter gaan meten. Nou ja, zo, maak maar eens een meter. Nou ja,
gingen ze knippen. Ja, dat was te kort. Nou, een stukje weer eraan. Dus, maar daar is echt zeg maar plezier, een andere manier van leren binnen het normale onderwijs. Dus het moet niet iets zijn, zeg maar als het een opdracht van de cultuursector is, dan gaat namelijk onderwijs gaat zeggen, oh ja, dat is een stukje cultuur. En die gaan soms zelfs een beetje meer neerwaardig naar kijken of ja, dat moet ook gebeuren, maar essentieel is het niet. Mm-hmm. Hè, want essentieel is taal. Maar ik zou zeggen, het is wel degelijk essentieel. Het is zo essentieel dat het de oplossing kan zijn in hoe je nu met taal omgaat, hoe je daar ook op een andere manier mee om kan gaan. Mm. Dus vandaar dat ik het liefst om zou draaien en dat de opdracht daar ligt. Ja. Zodat de docent ook heel serieus naar die andere kant kijkt. Naar als je er op spelende wijze, als je er plezier in hebt, hoeft niet per se zijn dat je dus niks leert. Mm-hmm. Ja. Ja. De wethouder, de portefeuille die jij hebt, dus zowel cultuur als onderwijs, zijn er speciale programma's of zijn er sterke ideeën over hoe je dat kunt implementeren met elkaar? Dus. Ja, zeker. Eigenlijk verwoordde jij het net al heel, heel mooi. Kijk, ik vind dat de regierol, ook om even op die vraag te antwoorden, ligt inderdaad bij de scholen. Maar je moet, ik vind het ook een... Ondanks dat de regierol bij de scholen ligt, vind ik het een gezamenlijke opgave van ons allemaal om wat te doen aan achterstanden, om wat te doen aan kansengelijkheid. En taal is daar ontzettend belangrijk onderdeel in. En je ziet dat waar werkt cultuur en educatie goed, is daar waar de samenwerking tussen onderwijs en cultuur heel goed is. En daar bedoel ik mee dat de cultuurinstelling heel goed op de hoogte is van... Wat er aan lesmateriaal, wat er aan les wordt gegeven op de scholen en kijken van hoe kun je zo goed mogelijk vervolgens daarbij aansluiten. Want dan heb je aan de kant van het onderwijs dat zij ook overtuigd zijn van nut en van cultuur, educatie. Daar gaan ze zelf ook profijt van hebben, want ze zien het kind inderdaad stappen maken voorwaarts. Dus het is een gezamenlijke opgave wat mij betreft waar de regierol ligt bij het onderwijs. We hebben daar inderdaad goede voorbeelden van. Zo hebben we de SKVR die bijvoorbeeld spoken word workshops geeft. Mm-hmm. Waarin kinderen heel erg oefenen met woorden. Nou, we hebben net al een prachtige performers gezien. We hebben de ZAN Express. Wat nou, is dat? Ja, die houden zich vooral bezig met via het zinnen. Laat ze kinderen zelf een eigen tekst schrijven en componeren. En dat allemaal heel erg gerelateerd aan zaken die kinderen zelf belangrijk vinden. Dus zij kunnen zelf bepalen waar het lied over gaat enzovoort. Mm. En daar op die manier oefenen ze ook heel erg met taal. We hebben van de zomer, ook vanwege corona en omdat er heel veel thuisonderwijs is gegeven, wilden wat achterstanden inhalen. We hebben de zomercampus gehad hier in Rotterdam. Met 5000 basisschoolkinderen die daar in de zomervakantie gebruik van hebben gemaakt. En die moesten aan de slag bijvoorbeeld met het maken van een eigen krant. Mm-hmm. En vooraf moesten ze natuurlijk allemaal mensen gaan interviewen in de wijk. Of dingen die zij interessant vinden. En uiteindelijk hebben ze daar een krant van. En die is ook echt gedrukt en hebben ze echt ook tastbaar, hebben ze mee naar huis kunnen. Dus je kunt op heel veel manieren, er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen, maar... Maar het zijn wel allemaal manieren waarvan ik nu, corrigeer me als ik het niet goed zeg hoor, maar die als extraatje gelden naast de wat ze al op school doen. Precies, zo voel ik het ook. Dus het is niet geïmplementeerd in wat er daadwerkelijk wat op school... Wat op zich fantastisch is, hè, want als je ook een kind aanzet ergens anders, gaat het vanzelf ook op een andere tijd ook weer aan. Dus dat, in die zin is dat absoluut te hooraien en zou ik daar heel goed voorstander van zijn. Maar ik denk inderdaad bij mij, wat mij betreft, zou ik de crux vinden liggen in het... In het normale aanbod, eigenlijk ook wat jij zegt, van ik heb ook op die school eerst gevraagd, wat doen jullie, hè? Waar zijn jullie nu mee bezig? Probeer heel erg in die content te komen. Schoorvoetend krijg je daar wat mee, want dat is eigenlijk hun zaak, zeg maar. Dus het is, en daarin bedoel ik van, het zou mooi zijn als dat misschien moet het wel geen cultuuronderwijs heten, maar misschien moet het taalversterking heten. Ik zeg maar wat. Zodra ik werd net voorgesteld als kunstenaar, zodra ik als kunstenaar word voorgesteld,
zit ik soms heel anders aan tafel. Nou, ik werk veel voor de KCR. Daar heb ik ook gezegd, stel mij niet, omdat zij ook veel met kunstenaars werken. Maar bij sommige tafels zeg ik, stel me niet voor als kunstenaar, want ik ben eigenlijk conceptdenker. En anders zit ik hier in hele rare dingen te doen, ook met jullie team. En in die zin vind ik die benaming wel weer belangrijk. Van inderdaad, zijn het dingetjes wat mensen ook altijd vinden. Ja, dat komt er weer bovenop, dat is weer extra. Maar kunnen ze het incorporeren, kunnen ze het implementeren in hoe ze daadwerkelijk met die kinderen omgaan? Hè? En gaan we dan over, want ik zag zelfvertrouwen praten en over dat je het best kan in plaats van wat er allemaal, hè, in wat er allemaal regeltjes zijn en hoe het allemaal niet kan. En daar hebben docenten volgens mij ook echt wel behoefte aan om handen en voeten te krijgen van hoe doen we dat nou eigenlijk? Hè, want als ze een zijstapje maken, ze hebben het zo druk en ze hebben al genoeg waar ze allemaal aan moeten voldoen. Dus eer dat jij dan eventjes linksaf loopt, nou, dan moet je wel heel... daar moet je wel echt tijd voor hebben. Dus inderdaad, de ondersteuning om daar ook tijd en ruimte voor te maken, dat zou ik heel erg voor zijn. Het is beide. Het is al aanbod wat we doen na school, maar ook op scholen. Dat is ook een van de prioriteiten die we met elkaar hier in de gemeente en met de onderwijsinstellingen hebben afgesproken. Dat er veel meer gedurende de dag ook veel aandacht wordt besteed aan cultuur, educatie. En wat je nu nog ziet is dat heel vaak mensen inderdaad worden ingevlogen om dan een uur extra te geven. En wij willen dat echt, het aanbod willen wij kwalitatief beter hebben, maar we willen ook dat het echt ook verder geïncorporeerd wordt eigenlijk in het curriculum van het onderwijs. En daar maken we nu stappen in. Dat is nog lang niet zo als dat ik heel graag zou willen. Maar dat moet ook mondjesmaat gaan. Want je ziet dat heel veel, waar het nu een beetje stokt, is dat leraren vaak natuurlijk 1 of 2 vakken lesgeven. Wiskunde en Engels. Mm-hmm. Maar niet heel veel kaas hebben gegeten van hoe bespeel je instrument of muziek of spoken word of wat dan ook. Dus je ziet dat die expertise vaak natuurlijk van buitenaf moet gehaald worden. Dus daar zie je dat het nog te veel gescheiden werelden zijn, waar je ze eigenlijk heel erg graag veel meer bij elkaar wil laten komen. Ja. Maar goed, dat zijn stappen die we de komende tijd met elkaar moeten gaan maken. Ja. Je hebt nu een aantal disciplines genoemd, hè, of wat als een aantal manieren, dus spoken word bijvoorbeeld, maar ook zingen. Wat zouden jullie zeggen dat nog meer disciplines zijn, of de bij uitstek beste disciplines die zouden kunnen helpen bij... de taalontwikkeling. Nou ja, ik bedoel, mijn zoontje kreeg uiteindelijk gewoon ook de verklaring dyslectisch. En die kwam nou terug met een 8 voor Frans. En wat doen ze daar? Dove gebaren. Dus elk woord heeft een gebaar. Dus ik heb hem alleen maar Frans zien spreken met zijn handen. Ja. En hij had een 8. Dus dat moet je iets beter uitleggen. Als hij de woordjes gaat leren, elk woordje heeft heeft inkluist een beweging. Mm-hmm. Dus hij mag geen woordje zeggen zonder die beweging te doen. Ja. Dus hij vertelt bijvoorbeeld, ik ken de beweging niet, ik had een 4 voor Frans. Maar er zijn natuurlijk al genoeg onderzoeken gedaan, gewoon alleen al bijvoorbeeld bewegend leren, dat die hersenhelften met elkaar gaan maken. Ik moest als dyslectmuziek met mijn vinger over schuurpapier naar een kaars kijkend auditieve informatie opvangen. Je kunt ook gewoon op muziekles. Er zijn allerlei bewezen manieren al dat die hersenhelften heel goed met elkaar in contact blijven staan, wat heel erg belangrijk is voor de algemene ontwikkeling van het kind, waardoor het leren ook versnelt. En sommige dingen zeggen ze, dat is speciaal voor dyslectici, maar voor de andere kinderen is het net zo makkelijk. En een bewijs is bijvoorbeeld dat Frans. Ja, dus bewegen en tegelijkertijd. Bewegen tijdens het leren. Ja, ja, dus als je rekent, gooi een tennisbal, daar staat de som op. Degene die hem vangt moet de som... Dan is zeg maar het spelen incorporeer je in het leren. En dan worden het, dan blijft het 1 wereld. Ja. En associeert men niet met vervelend school, negatief, laag zelfbeeld, school. En leuk spelen, sport. Leren. Die 2 dingen die zouden eigenlijk veel beter samen kunnen. Is er een discipline waar jij het meest van kunt genieten en waarvan je denkt dat is iets wat
waar wel meer aandacht naar uit mag? Of wat kan helpen? Nou, ik kan van heel veel zaken als het aankomt op cultuur genieten. Maar wat ook werkt is, we hebben jeugdhoftheater hier in Rotterdam, Hofplein. En die doen wij bijvoorbeeld heel veel met theater. En dat is ook een hele mooie vorm om spelenderwijs kinderen iets aan te leren. Ja. Mm-hmm. En dat is nog een vorm die we net niet hadden genoemd, maar dat is er ook eentje. En goed voor het zelfvertrouwen. En ontzettend goed voor het zelfvertrouwen, ja. Want theater zorgt er ook voor dat je op een podium moet gaan staan. Je op een bepaalde manier moet gaan uitdrukken. En ja, je staat heel erg op een gegeven moment in de schijnwerpers. Ja, hoe ga je daarmee om? Ja, daar zou nog wel eens een differentiatie in taal en in uitdrukking. Hè? Van kan je je verstaanbaar maken, is nog eens iets anders dan dat je alleen maar vieren hebt voor je taal of slechte cijfers. En daar zou ook nog wel, wat mij betreft, net als je zegt, taal is hartstikke moeilijk in Nederland. Mm-hmm. Nou, een van de dingen die je er net inderdaad ook zei is, als het gaat om purisme en als iemand je tekst begrijpt, waarom zou je dan wijzen op een fout, taalfout. Ja. Nou ja. Ja, wat vinden jullie daarvan? Überhaupt grammatica. Ja. We hebben het er net al een beetje voor de uitzending over gehad. De Nederlandse taal is niet de makkelijkste taal als je kijkt ook naar grammatica. Maar ik vind wel dat we zoveel mogelijk met z'n allen ons best moeten doen om dat taalniveau natuurlijk goed op orde te houden. Yeah. Want anders gaat iedereen zijn eigen taal verzinnen en dan wordt de communicatie op een gegeven moment ook ontzettend lastig. Want wat de een begrijpt, begrijpt de ander misschien al lang niet meer. Dus ik ben er wel heel groot voorstander van dat we gewoon goed met elkaar ABN Nederlands spreken. Zeg ik niet als alleen met de pet op van de onderwijswethouder, maar ook vanuit persoonlijke overtuiging. Dus daar ben ik wel een groot voorstander van. Nou, als professioneel dyslect ben ik het daar nog steeds mee eens, hoor. Ja, gelukkig. Nee, ja. En er zijn ook genoeg wegen. We kunnen op allerlei manieren ondersteund worden. Mm. Ik bedoel, het enige is dat Word mij soms niet begrijpt. Ook niet nadat ik het drie keer anders schrijf. Maar het moet wel een uitkomst zijn, toch, tegelijkertijd, dat je spelling controle. Ja, nou absoluut. Ik heb 5 jaar alles in het Engels moeten doen, bijvoorbeeld. Nou, en beoordelingen schrijven, alles in het Engels. En je wordt natuurlijk. En toen heb ik uitgevonden dat ik het gewoon allemaal in kon spreken. Ik spreek alles in het Engels, in het Nederlands in mijn telefoon. En die schrijft het foutloos voor mij op. Prachtig. Ja, dat is het ook. Hè? Daarbij waar je ziet dat mensen moeite hebben met de taal, om welke reden dan ook, dat je vooral ook voorziet in voldoende goede voorzieningen die dat eventueel kunnen opvangen, waarbij mensen toch in staat worden gesteld om zich goed te kunnen uiten, op welke manier dan ook. En daar ben ik wel voorstander van. Hè. Dus met elkaar heel veel aandacht besteden aan de Nederlandse taal. Het is een moeilijke taal, maar het is ook een hele mooie taal. Mm. En tegelijkertijd, ja, nogmaals, mensen die niet goed mee kunnen, om welke reden dan ook, dat je ze genoeg aanbod biedt, dat ze op andere manieren mee kunnen doen. Yeah. Daar gaat het om, uiteindelijk. Ja. Ik had een schrijfsel bedacht, een goed begin is veel werk. Mooi. Hey, onder wat men tegenwoordig het oude normaal noemt, zouden we hier vandaag een zaal vol met gasten hebben die allemaal hun vragen aan jullie zouden kunnen voorleggen. Nou, dat kan niet. Maar daar hebben we wat op gevonden. We hebben van tevoren een aantal vragen opgehaald en die wil ik jullie ook voorleggen. Een van de vragen die binnenkwam is een klassieker toch wel en dat gaat over jongeren en lezen en boeken. Hoe krijgen we jongeren weer in de boeken? Lezen is leren of leren om te lezen. Om goed te kunnen lezen zal je ook meters moeten maken. En nou ja, het ene onderzoek na het andere onderzoek rolt uit dat jongeren tegenwoordig minder lezen. Hoe gaan we ze weer die boeken in krijgen? Een van de belangrijke dingen die we kunnen doen, want er is inderdaad heel veel onderzoek gedaan naar waarom het komt dat de Nederlandse kinderen steeds minder aantrekkelijk vinden om te lezen. Het is nog wel zo dat gelukkig 8 op de 10 kinderen veel leest in Nederland, maar dat ze het steeds minder leuk zijn gaan vinden. En dat komt vooral onder andere, blijkt ook uit dat onderzoek, de manier waarop het onderwezen wordt. De manier waarop er les in wordt gegeven. Het is te technisch voor kinderen. Vooral dat begrijpend lezen wordt heel technisch ingestoken. Waardoor het veel minder aantrekkelijk wordt voor de kinderen om te lezen. Dan wordt het eerder een straf om te lezen dan
hey, dat is een leuk boek. En maar wat is te technisch dan? Of wat, nou ja, dan wordt het heel technisch. Maar laat ik zo zeggen, in simpele taal, de manier waarop daarin les wordt gegeven, is op zo'n manier ingericht dat kinderen dat niet aantrekkelijk vinden. Mm-hmm. Dus als je, en dat is de basis, daar begin je aan. Zorg ervoor dat de les op een bepaalde manier gegeven wordt, waarbij kinderen het interessant vinden. Dat is ook belangrijk, ook weer dat voorbeeld van betrokken goede docenten, die hier echt een verschil in kunnen maken. Ik had echt een fantastische docent Nederlands op mijn middelbare school. Mm-hmm. Hele markante man. Maar die had altijd hele creatieve ideeën om toch de taal interessant te maken voor kinderen. En daar begint het bij. Dus zorg ervoor dat je het aantrekkelijk maakt en dat je kinderen stimuleert, nieuwsgierig maakt. Dat ze ook vanuit innerlijke drang willen gaan ontdekken. Mm-hmm. En dat ze het leuk vinden en dat ze het associëren. Het is een beetje ook Pavlov, dat je het gaat associëren met... met, oh, dat is leuk, dat is interessant. Ja. Ik denk dat we daaraan zouden moeten beginnen. Willen kinderen niet ook gewoon een beetje Netflixen en gamen en een beetje op de bank hangen? Ook dat. Je ziet natuurlijk dat... Mijn dochter is 6, maar dat vindt ze echt het allerleukste. Ja, maar dat klopt, maar je kunt ook op iPads lezen. Mm-hmm. Het is niet zo dat het een het andere per se uitsluit. Daarom die creativiteit en via allerlei andere manieren... mensen taalvaardig maken, kan ook via spelletjes op je iPad. Mm. Ze hebben daar tegenwoordig allerlei hele leuke dingen op bedacht. Sterker nog, ik denk de weg naar een andere taal leren is tegenwoordig ook veel korter. Vroeger moest je echt op taalkursus of wat dan ook. Tegenwoordig download je zo'n cursus op je iPad of op je iPhone. Je hebt oortjes in. En je kunt een nieuwe taal leren, van waar dan ook over de hele wereld. Dus het biedt ook kansen, maar ik begrijp wat je zegt. Het is inderdaad zo dat je de afgelopen tijd ziet dat kinderen vooral op die vierkante schermen aan het kijken zijn, in plaats van dat ze een boek pakken. Mm-hmm. Dat is ook de samenleving van nu. En het is aan ons om dat... om daarop ook, in te spelen. Ja, op in te spelen of het aantrekkelijk te maken. Ja. Ja, niet te verdrietig van worden. Ik bedoel, behalve dat je taal moet blijven stimuleren en aanpakken. En dan is het grappig, inderdaad, als kind heb je maar één leraar. Dus, en als je dus al één leraar in Nederlands hebt, dan ben je al wel wat ouder. He, dus er zijn natuurlijk allerlei niveaus. Als je op de middelbare school zit. Precies, dan is het alweer anders. Maar op de lagere school, ik ben het toch wel met die Pavlov-reactie ook eens. Zorg nou dat in ieder geval dat leren en taal in het goede laadje valt. He, zodra mijn kind zo zit en die moet zijn huiswerk maken, zeg ik altijd stop maar. Ga maar rondje lopen, kom maar terug. Als je normaal bent, of in ieder geval, horizontaal... zeg maar niet in een negatieve sfeer, ga dan maar weer beginnen. Omdat je niet de Pavlov wil van, oh, ik vind het vervelend en dan ga ik huiswerk maken. Nee, dus en dat zou mooi zijn als je dat alleen al niet hebt, die Pavlov reactie, ga je er ook minder een hekel aan hebben. En dan natuurlijk wordt er nu meer digitale dingen aangeboden. Dus natuurlijk zitten we ook meer op film. Dat was al vroeger ook niet zoveel. Dus in die zin vind ik het ook een vrij natuurlijk dat er ook veel meer film wordt gekeken. Ik bedoel, wat het aanbod daarvan nu is, dat is er ook niet vergelijken met vroeger. Dus in die zin zijn dat ook allemaal boeken, maar dan wel op een andere manier aangeboden. Ja. Het zijn wel de verhalen. En ik denk, mensen zijn altijd geïnteresseerd in verhalen. Mm-hmm. En willen ze altijd... de verbeelding zal altijd belangrijk blijven. Er wordt geen kind geboren zonder verbeelding. Mm-hmm. En dat is iets heel moois. En dat krijg je er toch niet uitgeramd. Dus daar hoeven we ook niet zo bang voor te zijn. Een beeldtaal is ook een taal. Een taal, zeker. We hebben ook nog een specifieke lobbyvraag. Ik vond hem wel mooi dat iemand dacht... nou, dit is een uitgelezen kans om de wethouder deze vraag te stellen. Zadkine is bezig met het project Heel Zadkine Leest... bevorderen van de leesmotivatie, onder andere in samenwerking met de bibliotheek. En de vraag is, kan de gemeente ondersteuning bieden voor dit project? En kunnen we naar een heel Rotterdam leest toe?
Ja, leuke vraag, maar ik kan er natuurlijk pas op antwoorden als ik weet wat het project inhoudt. Ja. Dat zeg ik dan even terug. Ja. Maar goed, het idee van een heel Rotterdam leest. Dat, los van... Het idee spreekt mij sowieso natuurlijk aan. Maar dan zou ik echt tegen, ik weet niet wie de persoon is, maar schrijf een mailtje naar mij en dan kijk ik er met alle liefde naar. En als het een goed idee is, voor goede ideeën hebben we altijd geld, zeg ik altijd. Mooi. Ja. Dan zijn we hiermee een beetje tot het einde gekomen van dit programma. Het programma Cultuureducatie met kwaliteit dat in september 2021 van start zal gaan, heeft plezier in taal tot een van de centrale thema's gemaakt. Dat is het thema dat hier ook veelvuldig weer aan bod is gekomen, dat plezier ontzettend belangrijk is. Scholen en instellingen worden uitgenodigd om vernieuwende programma's te ontwikkelen om met taal om te gaan. En we hebben hier vandaag een aantal aanzetten al gekregen, een aantal hele handige tips en tricks en dingen die docenten eigenlijk al kunnen gaan implementeren. Hele mooie voorzetten, al zeg ik het zelf. Op 19 november ben ik er weer en op 26 november ben ik er weer. Dan gaan we het hebben over burgerschap en vakmanschap. Mag ik jullie, mijn gasten, allebei hartelijk bedanken. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Jullie keken naar Debatmeester. Graag tot de volgende keer.